Yo mensen, en welkom bij een nieuwe video. Ik bedoel een nieuwe vlog op mijn kanaal. Ik weet dat mijn kapsel niet helemaal perfect uitziet, maar het hoeft niet per se. Maar het gaat sneeuwen. Dat is natuurlijk ook hartstikke leuk. Het gaat sneeuwen vandaag om 3:30 'smiddags. Ja, of 4:15. Ik weet het niet precies, maar dan gaat het tenminste sneeuwen. Heb ik ook heel veel zin in ieder geval. En ja, ik zie wel witte lucht. Want kijk dan jongens, kijk, het is heel wit. Zoals jullie zien. En ja, dat is natuurlijk ook hartstikke leuk. Ja, want het gaat sneeuwen echt. Het heeft al bijna 700 dagen geduurd dat het weer ging sneeuwen. Ja, maar nu zijn we heel gelukkig. Gaat het weer sneeuwen. Ben ik heel erg blij mee. En ja, dus ja, ik heb heel veel zin in. Dan kunnen we weer sneeuwballen gaan gooien. Maar ja, het kan wat minder zijn dan de andere jaren. Ja, ja, dat maakt niet heel veel uit. Als het maar gaat sneeuwen, jongens. En ja, dat doen we het voor. En ja, in ieder geval komen ook shots online. En ja, maar als ik dit opneem, dan wat deze vlog komt op donderdag online. Wat ik moet ook nog editen. En dan komt deze. Dan zien jullie de shots al gewoon op mijn YouTube kanaal. Maar ik moet ook nog editen. Dus ja, dat zien jullie zondag. Aankomende zondag. Ik neem dit op zaterdag op. En ja, ik vind het wel leuk gewoon dat het weer gaat sneeuwen. En ja, ik ga jullie in ieder geval weer zien als het begint te sneeuwen. En ik ga timelapse maken. Dan krijg je jullie ook te zien. In ieder geval, ja, tot zo. Voor mij duurt het nog heel even. Als het gaat sneeuwen. En ja, als het gaat sneeuwen, dan film ik het. Dus ja, tot zo. Jongens, er ligt al. Kijk, het begint te sneeuwen. Kijk. Ik zou even deze schoenen aandoen. Dan kunnen jullie het nog beter zien. A few moments later. Kijk. De eerste sneeuw, hoor. Kijk dan. Kijk, je ziet daar het. Het sneeuwt. Oh, dit is echt zo, zo mooi. Top dit. Ja, het heeft dus gewoon al iets van 700 dagen gewoon niet gesneeuwd. Dus dit is echt zo bijzonder. En je ziet het al echt goed hoor. En straks ligt echt een dikke laag sneeuw. Ik ben ook timelapse aan het maken. Kijk dan. Ja, die krijgen jullie zo te zien. Maar kijk dan. Zo. Dit is wel echt mooi hoor. Ja, let's go. Straks ligt er misschien wel een hele pak sneeuw. Dat zou echt gewoon mooi zijn. Maar ja, ik vind het wel bijzonder dat het gewoon weer een keer sneeuwt. Want ik had het echt niet verwacht dat het gewoon nog een keer zou sneeuwen. Gelukkig wel. En ja, ik ben wel echt blij mee hoor. Kijk. Kijk, nou ja, je ziet het niet heel goed van een afstand. Maar ja, ik ben er wel blij mee. Dat het gewoon sneeuwt. Straks ligt er denk ik wel een hele pak ijs. En ja, dat krijg je zo te zien. Timelapse krijg je natuurlijk ook te zien. Dan gaat het allemaal heel snel. Dus ik ben er echt blij mee. Dan blijf ik gewoon deze tuin, maar is gewoon tot 4 uur aanstaan. Nee.
Nee, dat niet. Ik denk dat ik ze stop als die ongeveer 3 uur of zo aan het filmen is. Dan stop ik gewoon even timelapse. Ja, of 2 uur of zo, 1,5 uur. Ja, en dan, ja, dat is gewoon hartstikke mooi deze timelapse. Want hier eerst is het helemaal geen sneeuw en dan opeens heel veel. Ja, dat is echt hartstikke leuk. De bouwrader zei in ieder geval dat het 10 uur ging, dat het tot 10 uur 's avonds ging sneeuwen. Nou, dan blijf ik gewoon deze timelapse gewoon tot 4 uur aangaan. Nee, dan niet. Ik denk dat ik ze stop als die ongeveer 3 uur of zo aan het filmen is, dan stop ik gewoon even de timelapse. Ja, of 2 uur of zo, 1,5 uur. Ja, en dan, ja, dat is gewoon hartstikke mooi deze timelapse. Want hier eerst is het helemaal geen sneeuw en dan opeens weer heel veel. Ja, dat is echt hartstikke leuk. Maar in ieder geval, ik ga op de volgende week doen met kruisvat en dan gaan we even lekker dingen kitkat doen. In ieder geval, ik vind die sneeuw echt heel mooi. Ja, jullie kunnen ook nog wat over zien. Ja, het is heel bijzonder dat het gewoon weer sneeuwt. En ik ga nu even naar de kruidvat. Dus dan zie ik jullie zo weer. En natuurlijk blijven deze timelapse gewoon aanstaan. Let's go. Jongens, ik was vergeten om mijn auto op te nemen. Dat doe ik echt nooit. Maar goed, ik doe dit echt een dag hierna dat ik het heb opgenomen. Maar goed, ik hoop dat jullie ervoor hebben genoten van deze video. Klik natuurlijk even op het duimpje omhoog als je het niet hebt gedaan. En abonneer natuurlijk als je het sneeuw leuk vindt. En ja, dan ga ik jullie zien bij de volgende video.